De goede eigenschappen van een bakker. Ik denk dat elke bakker dat voor zijn eigen wel probeert goed te doen. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat is wel eens een vraag van wat is goed brood? Een goed brood is een brood dat uw klanten willen opeten. Zo simpel is het. Ik ben Guy van der Vorst. Ik heb samen met mijn vrouw 30 jaar de bakkerij hier in Mol. Mijn mama die zei, jij kon nog niet spreken en jij zei, ik word bakker. Ik vind, als de mensen de moeite doen van 's morgens naar uw winkel te komen, dan vind ik het wel plezant dat voor hun ook een beleving is van ah, dat is een plezante winkel. Wij hebben hier klanten die binnenkomen en zeggen van je wordt gewoon goed gezien als je binnenkomt. En daarvoor doet het.